Oké, dus vandaag is een belangrijke dag. Kinda. Vandaag gaan we zoeken naar twee components van de architects. Die twee components zijn de tissue en de organs. En die motherfuckers weer op mij uit. Nog eens! Heren. Oké, dus het eerste zijn wat we moeten doen is terug naar buiten geraken uit deze rotzooi. Voorbij de tweede Shadow Leviathan en dan zonder maar morgen. In de originele Crystal Caverns. Purple Crystal Caverns wel. Wat we gaan moeten doen is de coördinaten van deze nest onthouden. Oké, dan gaan we dus eerst zoeken naar de organs, want die zouden in de Purple Crystal Caverns moeten zitten. Zover ik me kan herinneren. Maar dus dan waar we nu naartoe gaan en dan zo naar de tissue gaan. Of andersom. One eternity later. Oké, dus als ik het goed heb, moet het hier ergens aan de linkerwand zijn. Het zou ook nog eens kunnen zijn dat het dieper zit dan verwacht. Dus ik ga ook sowieso van al anticiperen. Ja, ik denk gewoon timelapse opgesmeten of zo. Oh, gevonden. Jee, nou maar. Hier is het. Normaal gezien. Yep. Gotcha, bitch. Dit is de organs site. Hier zou het ergens moeten zijn. Ah, laat maar gewonnen. Ik hoop wel dat ik nog genoeg batterij heb. Eerst eens even repareren. Oh, mooi. Kijk eens aan. Het regent, het zegent. Normaal gezien is het hier ergens. Oeh, yep. Gotcha! Wat? Hallo? Wat heb ik nu weer gedaan? Oh my god. Wat? Wat? Waarom mag dit? Oh, bijna de game hier start. Oh. Ik heb alles op, yep. Oké, dus hier is de site. En daar zijn de orgaantjes. Nice. Heel nice. Nice. Dus nu is het op naar de Glacial Basin. Daar is het tissue verstopt. Ik weet niet precies waar. Ik weet dat we daar zijn. Dus daar gaan we dadelijk achter zoeken. Ja. Dus dan zie ik jullie wel als wij daar zijn. Oh, dit eerst nog. Thank you.
transfer bodies. Why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts. The tissues you have scanned were developed from the DNA of 27 separate alien species. Yeah. Uh-oh, no, no, no. Oké, dat is clear in de glacial basin. Oké, dus even een korte recap. We zijn ondertussen al een paar uur later dan wanneer ik deze video ben begonnen opnemen. Ik ben deze video ongeveer een 2 uur geleden beginnen opnemen. En wat ik daarmee probeer te... Wat ik ermee probeer te zeggen is. Oh, moet je dat doen? Ja. Is dat. Ik ben bezig geweest. En dan zit ik anders na. Ik heb dus een setup gebouwd. Riepje! Ah, hij is er terug. Heb ik een setup gebouwd van Sasha. Zij. De koeling. En dan zing ik een i5 en een 1060 in. Mooi, een starter. En. Hetgeen was dat. Hetgeen was dat ze. Want haar koeler was een stock Intel koeler. Dat was niet zo goed voor een i5 8e generatie. En wat hebben we gedaan? Als een. Veel fuses uit. En we hebben dus een andere koeler gekocht, die hebben we ervan aangezet en dat was echt problemen om die erin te krijgen. Echt, dat was niet simpel. Al daarop houden. En er zit er dan, het is dezelfde als mijne, een Be Quiet TF2. Ik heb de TF, zij heeft TF2. Goed apparaatje. En de temperatuur was dalen, een pak minder. Origineel met de stock Intel cooler waren de temps rond de 50 graden, 40, 50 graden idle. Dat is veel. Zo'n klein processor. En we hebben nu dan die erin gestoken en nu, dat is echt zo'n klomp. Nu is die iets van een 20, 30 graden idle. Dus dat is mooi. Het is één core die moeilijk doet hij bij 40, maar dat is het eentje. Nu. Wat we nu gaan doen is naar Glacial Base en dan zie ik jullie daar. Oké, dus we zijn bij de Glacial Base. Hier is iets geks gebeurd. Oké. Even kijken wat er in stond van wat ik zeker. Welcome aboard, Captain. Ah, Lina zei even meepakken als je eten hebt. Oké. Dus, nu moeten we de Snowfox pakken. Yep. En nu moeten we gaan varen. Vliegen. Goed, dat moeten we eerst naar daar. Ik weet het niet meer 100%, maar we komen er wel achter waar we naartoe moeten. We vinden het wel. Was het hier door? Ja. I guess. Alhoewel, nee, wat moet ik mee doen? Naar daar.
Ik heb er daar gevonden, ik heb al één opgeraapt. En er is allebei om mijn, maar ik denk dat het dingen zijn. Oh, kom. Zo. Ik denk dat dat ijsvorm eieren zijn. Zie ik in een containment area ding gooien. En als ik het goed heb, moet je nog verder lopen. Want ik zit erachter die blok. Dus I guess we mee naar daar moeten. Dus dat is ook gewoon wat ik ga doen. Meer naar daar. Ook daar staat een snowstalk. Nu is het natuurlijk de vraag waar hier niks zijn. Ik ben helemaal vergeten. Ik wou dat ik die blok ga volgen en hij heeft mij opgemerkt. Was het hier? I guess? Die komt van boven, ja, dan moeten we hier door. Aha, kijk eens, we hebben het toch gevonden weer. Mooi. De Architect Mining Site, Large Emerald. Nice. Architect Construction Part. Grote Iron Cube. Ik hoor er zo'n bot rondkruipen. Niks. Ah, hier was het. Ja, een beetje vies. Yes! Komt er normaal nog dialogues en dan gaan we door met de... Ja, even saven. Lol. Iteration waarschijnlijk 4 tijdsparen ofzo, ik nou wel op zo moeten staan. Maar ik denk dat ik hier de video afsluit. Ik bedoel, ik heb uiteindelijk toch alles gevonden. Dus ja. Dan zie ik jullie waarschijnlijk in de volgende video. En doei!